Hier liggen 9 opdrachten en voor elke opdracht die Luke goed uitvoert, wordt zijn geld verdubbeld. Luke, hier krijg je 1 euro en voor elke opdracht die je uitvoert, wordt je geld verdubbeld. Pak maar je eerste opdracht. Oké, lees me voor. Geef een random iemand binnen 10 minuten een box. Oké, en de tijd gaat nu in. We gaan dus nu iemand een random box geven. We gaan nu zo snel mogelijk iemand zoeken. Run. We hebben al 5 minuten gelopen, maar we hebben niemand gevonden wie mij een box wil geven. We zijn al 7 minuten op weg en Luke is hier nog steeds niet. Ik hoop dat hij snel komt, want anders heeft hij maar 1 euro verdiend. En dan is deze video al voorbij en dat is ook niet heel leuk. Je kan natuurlijk zien als die video al voorbij is, maar goed. Hey. Ik heb iemand de box gegeven die me niet heeft geskipt en nu gaan we weer verder. Oké, Luke, je hebt je eerste opdracht goed voltooid, dus je krijgt je 2 euro. Dus je hebt nu 2 euro. Als je de volgende opdracht ook goed voltooid, krijg je 4 euro. Dus pak maar je volgende opdracht. Dan pak je rechts midden. En dat is... Luke gaat op de stoep om een grasveldje gaat hij heen. Niet lopen, maar kruipen. Begin maar met kruipen in 3, 2, 1, go! Kijk maar hoe groot dit grasveldje is. Niet leuk! Mijn knieën gaan eraan. We gaan het hem nog even een klein stukje moeilijker maken. Hij is bijna op de helft. Hij is op de helft. Lekker, Luke. Luke is bijna bij het einde. Dus nog een klein stukje en dan heeft hij dit hele rondje gedaan. Nee, snel kruipen, Molus. Oh, hij is er bijna en hij heeft het gehaald. Luke heeft deze opdracht ook voltooid, dus hij krijgt weer 2 euro bij. Dus heeft hij op dit moment 4 euro alweer. En als hij nog een opdracht voltooid, heeft hij alweer 8 euro. Zo loopt het best wel snel op, want van 8 ga je ook weer naar 16 en van 16 naar 32 enzovoort. Nou, pak maar de volgende opdracht. Hij pakt de middelste. En dan bovenaan. Nou, wat is de opdracht? Lees maar voor. Het geld dat je nu hebt, wordt de helft gedaan. Nou, geef maar weer 2 euro terug. Nee! Jammer. Nou, nu heeft hij nog steeds 2 euro en moet hij nog een opdracht pakken. Welke opdracht gaat hij nu pakken? Hij gaat links boven pakken. Nee, dat is niet de opdracht, Luke. Oké. Koop Skittles en sorteer op kleur. Nou, dan kopen we even snel Skittles en dan zijn we dan weer bij jullie terug. Oké, Luke. Start maar in 3, 2, 1, go! Artificial love. Nou, hij doet in links onder doet hij rood. Links op. Onder doet hij groen. Links boven doet hij geel. En middenboven doet hij paars en rechtsboven doet hij oranje. Dat is dus zijn tactiek en dan zie je nu even een timelapse. Luke heeft nu bijna alle paarse en dat gaat hij nu allemaal in zijn bak doen. Dus alle paarse zijn klaar. Luke heeft nu ook bijna alle gele, hij hoeft er nog maar eentje. En dan heeft hij ook alle gele. Luke heeft nu ook bijna alle groene alweer. Dat ging best wel snel, want groen is hier niet heel veel. En Luke heeft ook bijna alle rode alweer klaar. En die legt hij nu in zijn pakje. Hij gaat alweer starten met de allerlaatste kleur. En dat is ook oranje. En dat is super makkelijk, want hij kan ze natuurlijk bijna allemaal in één keer pakken. Dus hij is ook, bijna ook alweer bijna klaar. Bijna. En hij is helemaal klaar. Hij heeft alle kleuren gedaan. Luke heeft alle Skittles op kleur gesorteerd. Dus hij heeft weer een opdracht. Dus hij krijgt weer zijn 2 euro die hij net had. En hij mag weer een nieuwe opdracht pakken. Dus pak maar weer een nieuwe opdracht. Welke gaat hij pakken? Midden, onder. Nou, welke opdracht zou dat zijn? Ruim binnen 5 minuten zoveel mogelijk rommel op straat op. En de tijd begint nu! Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? Luke heeft zijn opdracht weer
weer voltooid. En hij krijgt weer 2 euro of 4 euro zelfs erbij. Dus hij heeft dus op dit moment 8 euro. Hij gaat voor de volgende opdracht en dan gaat hij voor de 16 euro. Dus pak maar een opdracht. Hij pakt linksonder. En nu hopen dat hij een beetje geluk heeft. Je moet binnen 2 minuten ergens een verstopplek hebben. En de tijd gaat nu in. Go, 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 go. En ik ga hem dus nu zoeken. De 2 minuten zijn nu om en we gaan Luke zoeken. En ik denk dat hij wel best wel goede verstopplek heeft, maar we gaan het zien. Ik ben op mijn verstopplek. Ik zie hem lopen, dus ik zet de camera nu even uit, want ja, anders hoort hij me. Het is al 10 minuten later en ik heb hem nog steeds niet gevonden. We gaan hem natuurlijk nog proberen te vinden, want anders ben ik weer geld kwijt. En ik probeer natuurlijk zo min mogelijk geld kwijt te raken. De tijd is al bijna voorbij. Ik denk dat ik het wel overleef voordat hij me vindt. Nog 1 minuut. Ik ga nu YOLO gewoon over het grasveld lopen. Run. De tijd is voorbij en ik heb Luke uiteindelijk niet gevonden. Jammer voor mij. Ik ben weer meer geld kwijt. Maar goed voor Luke. En hij heeft nu 16 euro. En we gaan nu ook gelijk door naar de volgende opdracht. Hij is de opdracht weer uitgevoerd. En hij krijgt weer 8 euro erbij. Dus hij heeft nu al 16 euro. En je mag ook gelijk de volgende opdracht pakken. Dus pak die maar. Hij gaat voor links. Nou, welke opdracht is dat? Dik mij binnen 5 minuten. Later. When no one can find me. There's no sign of life. Ik ben er nu even kwijt, maar mijn tactiek is dat ik ga verstoppen. Dus ik ga nu even snel een verstopplek vinden. Ben je zijn kwijt? Dit is op dit moment in de bosjes. Ik denk dat het best wel goede verstopplek is, want Luke zat net ook in de bosjes en ik had hem niet gevonden. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Dus hij krijgt weer 16 euro erbij. Dus hij heeft nu in totaal 32 euro alweer. En dan mag alweer de ene laatste opdracht pakken. Dus pak maar een opdracht, geweld. Wat is je volgende opdracht, Luke? Ratenkleur Skittles. Oké, dus hij krijgt straks een Skittle. En die moet hij in zijn mond doen zonder te weten welke kleur het is. En dan moet hij raden welke kleur het is. Als hij er 5 goed heeft achter elkaar, dan krijgt hij weer het geld verdubbeld. Luke krijgt nu zijn allereerste Skittle. En de kleur is... De eerste is deze kleur. Jullie zien het nu op beeld. En Luke krijgt hem nu in zijn handen. En dan mag hem de eerste gaan opeten. De kleuren zijn rood, geel, oranje, groen en paars. Welke kleur denk je dat de eerste is, Luke? Paars. En dat is goed! Yes! Heeft hij gelijk goed. We gaan gelijk naar de tweede toe. Oké, hij mag ook weer gelijk weer zijn ogen dicht doen. En dat is deze kleur. Welke kleur, Luke? Rood. Het is wel rood. Nee. Rood? Nee. En rood. Goed, jongen! Yes. Goed zo. Is dit. Oranje. Goed zo! Hij heeft 64 euro gewonnen. Gedaan. Hij heeft best wel met moeite gedaan, maar het is hem wel gelukt. Dus hij heeft nu 64 euro. En hij gaat ook gelijk zijn laatste opdracht pakken. En als hij die ook goed uitvoert, krijgt hij 128 euro. Dus we gaan het zien. Wat is de laatste opdracht, Luke? Laat iemand abonneren op mijn kanaal. Luke heeft jammer genoeg de abonneeropdracht niet voltooid. Dus hij heeft geen 128 euro, maar al 64 euro. Ook best wel veel. Dus ik overhandig die nu aan hem. Nou, Luke, wat ga je met die 64 euro doen? Ik spaar voor een racestuur, dus ik denk dat ik die nu ga kopen. Veel plezier met je racestuur. En wil je ook meedoen aan de video? Zet dan wat in de comments en misschien kies ik jou dan wel uit. Like, subscribe en later mensen!